Hey guys, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mocht je mij nog niet kennen, ik ben Michelle Langerak en ik ga vandaag een What I Eat in a Day doen. Ik krijg de vraag al heel vaak op social media, op Instagram, of ik een keertje mijn voeding zou willen bijhouden. En ik heb laatst gevraagd van, als ik een video opneem, wat zou jullie dan graag willen zien? En toen kreeg ik heel vaak de vraag of ik een What I Eat in a Day zou willen doen. Maar voordat we starten, moet ik even zeggen, je kan dingen zien waarvan jij denkt van, eet zij dat, of eet zij zoveel, of dat zou ik nooit eten op een normale dag. Dat kan, maar weet wel, ieder lichaam is anders. Dus ieder lichaam werkt anders, iedereen heeft een ander doel. Voor iedereen is het gewoon anders. Ieder lichaam is gewoon uniek. En misschien zou ik denken van, wow, eet zij zoveel. Maar wat je eigenlijk wel moet weten is, jouw lichaam heeft brandstof nodig. Jouw lichaam kan niet zonder brandstof. Jouw stofwisseling kan niet zonder brandstof, anders werkt het niet. Dus ook jouw spieropbouw werkt niet zonder brandstof. Dus je hebt altijd brandstof nodig. En brandstof haal je dus uit calorieën, koolhydraten. Ja, dus ja, dat eet ik gewoon. Ik eet gewoon heel normaal, gewoon alles. Want ik weet hoeveel en wanneer ik het moet eten. Ik heb al zo lang mijn voeding bijgehouden, al 5, 6 jaar geleden al, 7. Voor mijn studie heb ik mij al verdiept eigenlijk in voeding. En ben ik eigenlijk altijd de ingrediënten, de etiketten altijd gaan lezen. Daardoor wist ik al een beetje hoe en wat zat. Daar heb ik eigenlijk altijd geweten wat ik moet eten om een bepaald doel te halen. En dat heb ik zo vaak gedaan, zo lang, dat ik nu eigenlijk mijn voeding niet meer hoef bij te houden. Omdat ik weet wanneer en hoeveel ik moet eten om in dit lichaam te blijven. Dus mocht je deze video kijken en totaal niet weten wat jij zelf kan eten of er totaal geen kennis van hebben, ga naar een diëtist, want die mensen kunnen je zo goed helpen en het zal je zoveel meer inzicht geven in hoeveel jij kan eten en wat je allemaal kan eten. Dus het allereerste van de dag, mijn favoriete moment, het ontbijt. En ja, jullie gaan zien wat ik ga eten. Dus dit is de mooie keuken van mijn ouders, want ik woon namelijk nog ook thuis. En ja, hier maak ik eigenlijk altijd mijn lekkere maaltijden en zo, al jarenlang. En voor vandaag, voor het ontbijt, ga ik dus wraps maken. Dat is echt mijn favoriete ontbijt, al heb ik tijd, want ik heb niet altijd tijd. Dan eet ik gewoon havermout of even snel maak ik shake met havermout. Maar nu ga ik dus de tijd nemen om mijn wraps te maken. Spencer komt ook altijd even koekeloeren in. Oké, normaal eet ik dus eigenlijk altijd grote wraps. Maar mijn moeder die heeft nu de volkoren alleen het klein meegenomen, omdat ze er niet waren. En van de grote eet ik er altijd 2. Dus van de kleintjes ga ik er nu 3 eten. Dit zijn dus de ingrediënten die ik ervoor ga gebruiken. Ik heb hier volkoren tortilla's, 150 gram courgette, 1 tomaat, 3 eieren, middelgroot. Ik heb hier dus Philadelphia, maar normaal neem ik eigenlijk altijd sauerspread light. Maar voor een keer vind ik het helemaal niet erg. Kalkoenfilet. En 30 plus kaas. Jongens, ik ben echt gek op kaas. Om de wrap iets dikker te maken, doe ik niet nog een extra ei bij, maar gebruik ik gewoon magere melk. En daar doe ik dan gewoon een heel klein scheutje van bij en dan is de ei lekker dikker. En net als eten, jongens, is het ook heel belangrijk om gewoon te blijven drinken. Voordat ik ga ontbijten, drink ik eigenlijk altijd een glas lauw water. Ik doe er geen citroen in of wat dan ook. Geen gekke poespas. En ja, dan heb je eigenlijk al je vocht van de nacht weer een beetje aangevuld. Want ook 's nachts verlies je vocht. En ja, ik begin de dag gewoon gelijk goed met een glas water. Nou, mijn ontbijt is klaar en zoals je ziet heb ik weer een glaasje water. Ik drink eigenlijk altijd thee of water bij mijn ontbijt. En daarnaast heb ik hier 2 tabletjes, calcium, magnesium en zink. En waarom ik dat neem is eigenlijk omdat ja, ik slik medicatie. En mijn medicatie zorgt ervoor dat deze stoffen minder goed worden opgenomen in mijn lichaam. Ik probeer alles eigenlijk altijd wel op te lossen met voeding. Maar dit zijn dus echt de dingen die ik echt nodig heb. Het is gewoon geadviseerd voor mijn arts.
heb je dit niet nodig? Wordt dit niet geadviseerd voor jou? Neem het vooral niet, want dan heb je het gewoon verder niet nodig. Want je kan in principe, als je niks hebt, kan je alles uit je voeding halen. Ja, dat is een dingetje die ik even wil uitleggen. Ik ga nu lekker genieten van mijn ontbijt en dan zie ik jullie zo. Ik ben nu al even aan het werk en eigenlijk altijd rond 1 uur of 11 neem ik altijd een kopje koffie met wat magere opgeklopte melk. En daar neem ik altijd 2 van. Spencer! Come on! Come here! Spencer! Hey! Hierheen! En die... Ik heb mijn werk af voor Wholesome World. We zijn nu alweer 2 uur verder van het ontbijt. Dus dat betekent tijd voor een tussendoortje. Misschien zou je denken van, wow, gaat ze nou weer beginnen aan het tussendoortje? Want ze is nog maar 2 uur verwijderd van het ontbijt. Ja, dat klopt. Dat ga ik inderdaad doen. Want ik weet namens mijn opleiding en ook namens mijn persoonlijke ervaring de afgelopen 6 jaar dat het heel belangrijk is dat je gewoon een tussendoortje neemt. Ik neem dus 3 tussendoortjes op een dag. Daarmee kom ik dus op 6 eetmomenten op een dag. En ja, daarmee hou ik mijn stofwisseling, mijn lichaam gewoon op peil. Mijn vetverbranding blijft gewoon goed werken. En mijn energiebalans blijft gewoon op peil. Dat vind ik gewoon heel belangrijk. En als mijn lichaam ook te weinig binnenkrijgt. Ja, ik wil gewoon graag spiermassa bouwen. En ik heb geen zin dat mijn lichaam gaat snoepen van mijn spieren. Dus wanneer ik gewoon op tijd eet, dan weet ik gewoon dat ik gewoon goed voor mijn lichaam zorg. Nou, vandaag staat op het menu als tussendoortje wat magere yoghurt met krokante ontbijtgranen van Bolletje. Deze bessen komen vers uit de tuin, dus die doe ik lekker bij. Wat blauwe bessen en wat druifjes. Die bessen zijn zo zuur. Zo, ik heb mijn sportkleding alvast aangetrokken, want ik ga zo meteen eens lekker trainen in de tuin, want het is echt heerlijk weer. En ja, dit is het setje van Woman's Best. Dit is een nieuwe broek van hun. Hij zit echt zo lekker. En ik vind die paarse kleur zo leuk. Even weer wat anders. En ik heb dus gecombineerd met een andere kleur. Maar voordat ik ga trainen moet er wel eerst goed gegeten worden. Dus it's lunchtime. En vandaag ga ik een super lekker broodje maken. Gezien het feit dat ik thuis ben nu vandaag. Ja, mijn moeder heeft gewoon alles in huis. Dus dat betekent dat ik het goed kan uitpakken vandaag. En ik ga een van mijn favoriete broodjes maken. En dat is mijn tonijn. Tussendoortje nummer 2. Ik heb hier 3 vezelrijke crackers met smeerkaas, komkommer en wat paprika poeder. Daarnaast heb ik 4 plakjes kipfilet, waarvan deze gevuld met Philadelphia en deze met smeerkaas. Dus let's enjoy! En als drinken heb ik Crystal Clear met water gemengd, want ik vind Crystal Clear veel te zoet. Nou, ik ben er net terug van sporten. Goed getraind, zeker. Maar ik ga nu eten. Mijn moeder riep me net, want ik eet nog thuis. Dus dat is wel een dingetje. Belangrijk om te weten, ik eet gewoon wat de pot schaft. Het is wel dat ik natuurlijk af en toe tegen mijn moeder zeg van, kunnen we dit eten, kunnen we dat eten. Daar is heel simpel in. Ja, eet ik eigenlijk al sinds jongs af aan eigenlijk al gezond. Dus ik ben benieuwd wat we nu gaan eten. Ik moet wel zeggen dat sinds ik aan het vloggen ben, zie ik echt dat ik zo'n bolle toet heb gekregen van al dat bulken. Gisteren zelfs zei iemand tegen mij, er is iets aan jou, er is iets anders. En toen zei ik, nou, ik heb een beetje mijn lippen laten doen. Toen zei ik, nee, dat is het niet. Ik ga gewoon boller te worden in mijn gezicht kijken. Heel raar seizoen eigenlijk voor mij, want eigenlijk ben ik gewoon de hele zomer doorgegaan met optimaal eten. En was ik nu de afgelopen weken weer een beetje aan het bulken, maar... Het gaat allemaal naar mijn hoofd. Van eten word ik ook altijd echt super moe. Je krijgt niet gelijk energie van eten. Het moet eerst verwerkt worden door je lichaam opgenomen. Ik ga me nu even douchen. En dan ga ik heel eventjes naar mijn moeder tennis kijken. Heb ik ook het jaar gedaan, maar ben ik pas mee gestopt. Moet ik eigenlijk weer gaan oppakken. En dan is het weer tijd voor de avondsnack.
Nou guys, dat was het weer voor vandaag. Ik ben klaar. Ik ga lekker naar bed. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Like, subscribe nog even hieronder. En laat ook eventueel anders achter wat jullie eventueel ook nog zouden willen zien in de video. Als jullie ideeën hebben of gewoon dingen die jullie van me zouden willen weten, laat hieronder weten. Dan ga ik kijken of ik daar iets mee kan doen met een volgende video. Er komen binnenkort nog meer video's online, want ik heb zoveel opnames gedaan de afgelopen weken. Dat ik gewoon echt moet kijken welke als eerste online komt. Dus hou mijn kanaal vooral in de gaten, want er komen heel veel leuke video's aan. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.